Hallo allemaal, wij zijn Sophie, Talicia en Zoe van Typisch Turnen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij jullie tips geven voor salto van bal. We laten hurksalto voorover zien en geven tips voor strekzalto voorover en hurksalto achterover. Zelf zijn wij nog bezig met het oefenen van achteruitsalto en strekzalto, dus wij laten zien hoe wij het oefenen. Laten we beginnen! Het is natuurlijk fijn als je al weet hoe de saltobeweging moet voordat je hem van de bal probeert. Bij een hurksalto maak je hoogte, word je zo klein mogelijk, draai je fel rond en strek je weer uit. Als oefening kan je eerst de strekspoor van de bal afmaken. Dit kan met of zonder aanloop. Uiteindelijk heb je meer vaart met een aanloop, dus probeer dat ook te oefenen. Doe je het voor het eerst, laat je trainer je dan vervangen. Hij of zij kan ervoor zorgen dat je net een stukje sneller draait. Je trainer of trainster zal vanzelf aangeven wanneer je hem alleen zou kunnen doen. Als je het alleen gaat doen, bedenk dan van tevoren nogmaals de stapjes. Maak hoogte in je afzet, klein worden, fel draaien en uitstrekken. Blijf goed vangen, ook in je landing, anders val je als een puddingje in elkaar en val je op je billen. Waarschijnlijk val je in het begin nog vaak op je billen. Dit komt dan omdat je of niet genoeg hoogte maakt, niet klein genoeg bent geweest of niet snel genoeg draait. Deze stapjes zijn erg belangrijk. Het helpt mij soms om in mezelf power te roepen zodra ik afzet, zodat ik eraan blijf denken. Nu is het nog een kwestie van oefenen. Beheers je de hurksalto, dan kun je strekzalto gaan oefenen. Ik ben hier zelf nog aan het oefenen. Mijn tip voor strekzalto zijn spannen en eerst naar voren kijken en dan draaien zodat je hoogte maakt. Voor achteruitsalto gelden eigenlijk dezelfde regels. Je moet eerst hoogte maken, daarna fel draaien en weer uitstrekken zodra je over de kop bent. Ik ben deze nog aan het oefenen. Als je iets voor je salto achterover wilt doen, bijvoorbeeld ratslag, oefen dan dat je goed uitkomt op het einde van de bal. En maak dan een streksprong af. Als je dit goed beheerst, kun je met behulp van een trainster een salto achterover maken. Welke salto je ook doet, geef niet op, blijf oefenen en denk goed aan de technieken. Hopelijk gaven we een aantal tips die jullie kunnen helpen. Wij gaan ook nog hard oefenen om onze salto uit te breiden. Als je dit een leuke video vond, geef ons dan nog een duimpje omhoog. Volg ons ook op Instagram als je dat nog niet hebt gedaan. Hopelijk zien we jullie de volgende keer weer terug. Doei!